Hallo sappelinkjes van Justice Perkamentus. Welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. Het is een kleine update vlog. Hij zal niet zo heel lang duren. Ik wil jullie alleen vertellen dat de komende week geen tweede video wordt geüpload, maar één keertje. En waarschijnlijk is dat op maandag of dinsdag. En dat is de Eredivisie voorspellen, want die wil ik elke week blijven doen. En dat kost me ook niet heel veel moeite. Daarom, ik wil dat graag. Ja, ik wilde natuurlijk wel meer maken, maar daar heb ik niet zoveel tijd voor. Want volgend weekend ga ik weg en dan kan ik 4 dagen niet opnemen. Waardoor ik al die video's dus in de komende dagen moet gaan opnemen. Dus dan heb ik geen tijd om nog Rick's Revolutie ook op te nemen. Na de komende week zal er natuurlijk wel gewoon Rick's Revolutie komen. Dus wat, wat ik jullie wil vertellen is dat er dus voor dinsdag over een week geen Rick's Revolutie meer komt. Helaas, omdat ik dat helaas niet kan opnemen. Voor de rest blijft elke dag een Pokémon video online komen om 10 uur natuurlijk, zoals jullie gewend zijn. En zal er misschien, als ik een beetje veel zin heb erin, ook een hele vette vlog maken in Duinrell. Want daar gaan we namelijk heen voor het 10-jarige, of 10-jarige, 50-jarig jubileum van de trouwdag van mijn opa en oma. En dan zien jullie dat vanzelf wat verschijnen. Ik wil allemaal bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond ik nou een leuke aflevering? Doe allemaal een duimpje omhoog. En zie jullie graag de volgende keer weer bij een nieuwe vlog. En dan hopelijk geen update vlog, maar een hele lange vlog waar jullie allemaal leuke dingen gaan zien. Ik heb maar één ding te zeggen en dat is adios amigos.